Daniel Ruts, ja, de voorzitter van de federatie, mag natuurlijk niet ontbreken. Hoe beleeft u zelf Barcelona? Wel, ik vind het, op dit moment voel ik mij helemaal AKC. Dat is heel bizar, maar als je in zo'n toernooi komt, dan voel je je direct gebonden aan heel de vereniging. Ja. Het Belgische korfbal, ja, ze komen traag op gang, zegt meneer Buves net. Ja, het is wel zo, hè? Ja, inderdaad. Het is nog niet echt het overtuigende AKC dat we gewend zijn eigenlijk van de vorige competitie. Ze hebben natuurlijk een aantal spelers die gestopt zijn, dus ja, het is voor iedereen terug wat aanpassen. En we zien inderdaad in de wedstrijd, het begin van de tweede helft is altijd wel wat moeilijk. Top is natuurlijk een topteam. Waarschijnlijk zal het dan een finale worden tegen AKC Luma. Maar natuurlijk kan AKC Luma ook een topteam zijn. Dus, en de bal is rond, de korf ook. Dus alles kan natuurlijk. Hè. In een wedstrijd kan altijd alles. Maar ik denk toch dat we om tegen top te kunnen winnen, dan moet je zowel veel geluk hebben dat alle ballen erin vallen. Je moet rekenen op het feit dat top niet top zou zijn. Ik denk toch dat het moeilijk zal zijn, maar we gaan altijd voor elke wedstrijd. En belangrijk is dat er een goede prestatie wordt neergezet, zodanig dat AKC met volle vertrouwen terug naar de competitie in België kan gaan. Het is een unicum ook hier, de organisatie, want voor het eerst, denk ik dan, wordt het niet georganiseerd door een federatie, of het is het contract niet afgesloten met de federatie, maar met een club. Dat is een unicum en dan denk ik, ja, dit toernooi mag toch wel gezien worden. Zeker en vast, het is in orde langs alle kanten. Ja, er is niks op aan te merken op de organisatie. Ja. Wanneer gaat u tevreden naar het regenachtige België terug? Oei, oei. Ik ga niet graag terug naar het regenachtige België. Ik zou liever hier in het zonnetje blijven. Maar ja, we gaan zondag terug naar huis en dan beginnen we terug in België te werken, hè.